Om te kunnen starten met de werken dienen we eerst een projectmer in. Een milieueffectenrapport onderzoekt de mogelijke effecten van een project op mens en milieu. Daarnaast onderzoeken we met dit rapport de milderende maatregelen die nodig zijn om de mogelijke effecten weg te nemen. De effecten op mens en milieu worden onderzocht op verschillende domeinen. Dit worden disciplines genoemd, zoals mobiliteit, lucht, geluid, biodiversiteit, water en gezondheid. Eerst bepalen we voor elke discipline het studiegebied. Dit is minstens het projectgebied. Nadien omschrijven we per discipline hoe we de referentiesituatie zullen onderzoeken. De referentiesituatie is de toestand zonder het project. Ten slotte beoordelen we per discipline het effect van de geplande situatie. Elk effect krijgt een score van plus 3 tot min 3. Hoe negatiever de score, hoe dwingender de milderende maatregelen. Als betekenisvolle negatieve effecten zijn vastgesteld, is het noodzakelijk om milderende maatregelen te voorzien. Die kunnen bestaan uit aanpassingen aan het ontwerp, bijvoorbeeld geluidsarme asfalt of aan de omgeving, bijvoorbeeld geluidsmuren. Wij houden je op de hoogte van het project en de vergunningsprocedure via onze website. Schrijf je zeker in op de digitale nieuwsbrief. Heb je vragen? Contacteer ons dan via het e-mailadres wegen.oostvlaanderen at mow.vlaanderen.be.